En allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Farmzilla 2015. Mijn naam is Michael en vandaag gaan wij deze machine natuurlijk weer aan het werk zetten zoals altijd. De enige echte New Holland CR1090. Ja, dat moet je uit je hoofd weten, hè? Dat wist ik ook. De CR1090, ja, dat wist ik. Oké. Okay. We gingen de boerderij wellicht een beetje lichtelijk beginnen met opruimen. Voor de map download natuurlijk, die jullie allemaal zo graag willen hebben, omdat deze map zo uber sexy vet is. Met mij natuurlijk, dat ik het gespeeld heb en shit, en alle mods en zo willen jullie allemaal hebben. Nou, eigenlijk gaat het jullie meer om de mods dan om de map, maar dat begrijp ik, want dat zou ik ook doen. Hoppatee. Eén, twee, drie. Zetten we netjes hier neer. Dat vind ik wel een mooi plekje. Of vind je ook niet? Ik vind het wel. En dan hebben we nog de frontline voor een Lieber. Maar die hebben we niet eens meer. Dus ik weet niet wat ik hiermee moet met die palletvork. Oh ja, we hebben natuurlijk dat ene ding nog daar staan. Maar ja, alsof ik die ooit hier ga gebruiken met een palletvork. Nou, nee. Dus dat kan ik ook wel wegdoen. P. Garage. Even kijken, waar staat die? Dat is deze. Staan verlaten van verschillende goederen. Even verkopen. Ja hoor, doei. Deze. Dit gebruiken we allemaal niet. Verkopen. Ja, doei. Doei. Zo. We gaan eens even alles af. We hebben als goed is één van die en twee van die. Ja, dat klopt. Die hebben we ook. Dat klopt allemaal. De Nieuwe Holland hebben we. Deze kipper hebben we niet meer nodig. Nou, we gaan even opruimen. Deze Dolly hebben we wel. Hebben we die nodig? Ja, misschien wel. Deze hebben we nodig. Die hebben we nodig. De maïs hebben we nodig. Die hebben we nodig. Die hebben we nodig. Die hebben we nodig. Deze kar, die hebben we ook nodig. Alleen, we hebben maar eentje van nodig. Ik heb er twee, maar die gaan we verkopen. Hier heb ik er ook eentje van nodig. En hier eigenlijk niet. Dus die kan ook wel weg. Zo, ja, doei. Ronde balenpers hebben we eigenlijk al. Want daar hebben we natuurlijk een andere, coolere versie van. Nou, deze die laat ik voor jullie staan voor degenen die mod niet hebben. Maar ik raad het aan om eerst mijn modpack te downloaden. En dan pas dit. Ja, weet je wat, ik verkoop hem ook. Ik blijf niet rekening houden met iedereen. Want dan anders gaat het niet goed. Nou, die hebben we nodig. Scavanna, die hebben we nodig. Die hebben we nodig. Die. Die hebben we eigenlijk niet meer nodig, maar die kan ik niet verkopen. Nou, deze twee laat ik ook gewoon staan. Die laat ik sowieso staan. De populier laat ik staan. Die kan ik niet weghalen. Nou, hier hebben we ook twee bakken van. Kan eigenlijk ook wel eentje van weg. Maar oké. Okay. Nou, die hebben we nodig, die hebben we nodig. Deze hebben we niet meer nodig. Die kan ook weg. Dat hebben we nodig. Voerwagen hebben we sowieso nodig. Deze kunnen we verkopen. En die staat, als ik het goed heb, hier. Goed zo. Als het goed is, hebben we... Oh, we hebben er nog twee. Dan zal dat bij de boerderij staan. Gelukkig week de weg onderhand al uit mijn hoofd. Zoals moet er hier eentje staan. Nou, eigenlijk nog eentje. Niet? Nou, dan weet ik dus niet waar die staat. Nou, deze kan ik ook verkopen. Nou, dan hebben we het redelijk opgeruimd. Daarna zit de bak weer vol. Of de bak. Er zit de oogstmachine weer vol. Die gaan we ook even legen. En zo, begint het redelijk... Het einde. Maar ik vind het eigenlijk niet erg. Ik moet ook niet zo lang af en door blijven zeiken. Want we weten allemaal onderhand wel dat het het einde gaat worden. We weten. Aan alles komt een einde, jongens. Alles komt een einde. Aan farming. Aan YouTube komt ook ooit eens een keer een einde. Op een gegeven moment denk ik ook van... Ik ben nou uit een wijsneur. Ik stop met YouTube. Dat is gewoon zo. Ik weet niet. Eerlijk gezegd. Vind ik het best erg als ik er zo over nadenk dat ik stop met YouTube. Over een lange tijd. Misschien blijf ik het wel doen, maar gewoon niet meer 7 keer in de week. Misschien ga ik daarmee stoppen en dan doe ik gewoon 3 afleveringen per week of zo. En dan ook gewoon totaal iets anders, hè? Weet je wel. Niet
dit gewoon, maar gewoon totaal iets anders. Ja. Nou, even karretje legen. Blijf een mooi karretje dit. Ik vind de IT-runner pack, ik vind het wel mooi. Ik snap niet waarom ik gewoon zo'n godsvermogen voor betaald. Maar oké, okay, ik moest het hebben en zal het hebben. En ik moest alle DLC's en ik zou alle DLC's hebben. Dus dat, ja. Ik heb mezelf aangeleerd om dit te doen. Uiteindelijk. En daarnaast wil ik die oogmachine, wil ik eigenlijk ook nog daar neerzetten. Want daar hoort die eigenlijk, vind ik persoonlijk zelf. En even kijken of die ook bij Maaiers, dat die ook voor kijken. Deze twee hebben we eigenlijk nog niet, hè. We kunnen trouwens ook kaf rijden met team. En dan gaan we, ja, misschien gaan we het laatste weiland wel even kaf rijden. Want dat hebben we niet meer. Nou, we kunnen natuurlijk ook nog de hooi ophalen met dit. Weet je wat, ik koop het gewoon allebei. Ja, weet je, fuck it. Zo. Oh god. Nou heb ik het voor elkaar, hoor. Volgens mij blijft hij doorgaan met gieten, dus dat is mooi. Dan gaan we even met I. Gaan we het even resetten. De nieuwe dingen die ik gekocht heb. Ja. En ja. Zo. Oh. Kut. Deze moet ik hebben. En dan gaan we even alle spullen wegbrengen. Naar de ene rechte plaats. The place to be. T. Zo. Want ik wil het eigenlijk allemaal hier gaan stallen. Alleen ik heb hier ook al een deel hooibalen staan. Maar die hooibalen hebben lekker pech. Zo. Een mooi nieuw Hollandje. Ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze volgend jaar het merk John Deere doen. Ik hoop het echt. John Deere. Of gewoon New Holland en John Deere. Dan heb je mij compleet. Als je dat kan hebben. Als je dat kan doen, dan heb je mij compleet. Echt waar. New Holland en John Deere, dan ben je bij mij klaar. Dat zijn maar twee merken die ik wil hebben. Ja. Ja, dat is het zeker. Ik denk dat ik het beter kan oogsten en daarna kan ophalen. Maar ik weet niet. Ik ga het gewoon allemaal even netjes wegleggen. En alleen die laatste ga ik nog een keertje gebruiken. Hier kan ik ook arbeiden bij in. Dat is ook een chill. Ik kan dat het met rijtjes leggen ook kan. Dat denk ik niet. Dus dat kan je haast niet in je upje doen. Ik weet niet of je hier een kar achter kan koppelen. Het zou wel handig zijn als je het namelijk in je upje moet doen. Het zou heel handig zijn zelfs. Oh, ik klik wat weg. Niet handig, anders weet ik niet hoe laat ik klaar ben met het opnemen. Want ja, ik ga het namelijk niet al te lang maken allemaal. Want dan ga ik het echt allemaal niet redden. Hoppatee. Nou, netjes om de hoek hier. En de grote oogstmachine wil ik eigenlijk ook hier hebben. Hoppatee. Ja, en dan... wordt het allemaal netjes hier. En kant en klaar. Krokiet. Krokiet. Wat is dat nou weer, krokiet? Hebben jullie ooit van het woord krokiet gehoord? Ik wou kroket zeggen, maar toen zei ik krokiet. 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 Nou, dat woord ken ik niet. Oh, even kijken. Kan ik hier arbeider inhuren? Nee. Kan ik hier een kar achterhangen? Dat wordt de vraag van vandaag. Ik weet in ieder geval wat het kleine kar achter kan, maar ik weet niet of er zo'n kar achter kan. Nee. Even kijken. Een keeper. Een redelijk grote, deze bijvoorbeeld. Dat is een mooi karretje, vind ik altijd. Even kijken. Kom op. Ja. Ja.
Ja, joh. Kan gewoon. Kijk eens. Naar de volgende aflevering wat te doen. We gaan dit eens een keertje uitproberen. Balen hebben we nou onderhand wel genoeg. Dat geloof ik wel. Ja, joh. Ik wil eigenlijk een klein testje even proberen. Hij is uitvouwen. Oh, GP, GB. Kijk eens. Nou, we kaf aan het rijden, jongens. Nou, mooi wil het hebben. Zouden we niet denken dat we dat vandaag nog zouden doen, hè? Nou, op zich, dit hebben we nog nooit gedaan. Het is best wel grappig. Holy shit, ik wist niet dat het zo snel vol ging zitten. Oké, okay, mooi. Dus kijk eens even kijken naar deze aflevering. Vergeet niet de groen duimpje omhoog te doen. Vergeet natuurlijk ook niet om te abonneren. En dan check ik jullie de volgende keer terug. Bij weer een nieuwe aflevering van Farmzone 2015. Dus tot de volgende keer. En ik zeg, zoals altijd, later.